Ik merk dat ik veel makkelijker kon streamen in het Vetelon New Old Rings. Ik heb ook nog zo'n boxer gespeeld in de winkel. Ik ben in tweede mond, want hier is mijn gast geboren. Dus dit wordt een Veenkoloniale aflevering met Bert Hadders. Mooi Bert. Mooi Loes. Nou, eindelijk is het gelukt, hè? Ja. Mooi. Leuk dat je met Gijs. Ja, ik heb er wel zin in. We hebben mooi weer bieden. Dus, Schitterend weer. Ik zit maar op zijn auto schijnen. Ja, dat is niet zo mooi, hè? Dat is niet zo mooi. Nee. We staan hier in Zwijdermond. En hier ben je toen geboren, hè? Hier ben ik geboren. 16 februari 1962. Ja. En komst hier nog wel eens? Ik ben grootmoeder in, dus ik kom hier. Ik rij hier wel volk mooi voor het huislijst. Ja. Ik ben er heel lang niet meer in het huis geweest. Oké, maar jullie gingen hier ook naar de. We gingen naar de Nederlandse Vermde Kerken. Ja. Ja. Maar goed, we woont snel in Grun. Ja. En mensen denken dat hij dus zo'n grunniger is, volgens mij. Ja, in Drenthe denken ze dat wel, ja. 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 Nou, laten we het er straks even over hebben. Ja. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Wat is die favoriete plek in Drenthe? Titibone en Assen. Nou, dan gaan we door naartoe. Ja, echt hoor. Hij roept een karrepis. Laat die keven? Nee, die giet daar komen. Bert Hadders weet op jonge leeftijd al dat een muzikant wil worden. Als ze in de plotselijke kroeg De Kienstoppen grote bands als De Police en Herman Brood zucht optreden, weet het zeker en verruilde tweede mond voor de stad Grun. Nadat Bert door in verschillende bandjes speelt, kwam er in 2004 de noos in steek, waar met de liedjes mocht in het Grunnings. Maar inmiddels ben Bert en zijn nozems alweer een jaar uit mijn koor. Dat is al jammer. Maar soms schort het wel. Net als verkeering door 10 jaar is dat shirt een beetje af. Ja, ben ze echt bij die wegloop? Ze ben bij die wegloop. Nou, ik mis het af en toe wel. Want het was natuurlijk wel een goed op elkaar in gespeeld geheel. En ik zeg die nou wel een beetje als een boomkick en zo. Maar mist u dit ook? Nou, ik vind het wel heel leuk om te zijn. Het is zo veranderd, joh. We waren net waar ik geboren ben. Ja, dat was een hardklaas studie waar ik dan leefde als kind. Van de boerderij, de kerk het zeggen over, kleuterschool erachter en school 100 meter verderop. Ja, voest het dan vrouwen hier in Tweede Mond? Nou, als kind vond ik het wel mooi van de boerderij natuurlijk en Roep de Zaad. Maar dan vond ik het wel wat beperkt, zeg maar, want ik zeugde wel andere dingen. Ja, maar toen ging ze wel naar de Kienstoppen. Ja, dat was mooi, man. Ja, nou ja, er waren... dat moet ik wel zeggen. Er waren van die uitkiekjes op maanden leven of zo. En dan kwamen de bands en die hadden lange oren en speelden rock and roll. Dat vond ik natuurlijk allemaal fantastisch. Dus ik kwam steeds in contact met andere soort mensen. Ja. Een beetje de freaks ook wel, misschien. En dat vond ik allemaal razend interessant. Maar die popmuziek, dat was voor ons zo belangrijk. Hoezo was dat belangrijk dan? Nou, we hebben het over de 1970. Ja. En er gebeurde elke moord wat nergens. En er kwamen nee geluiden. En dan hadden ze weer lange oren. En dan hadden ze weer vrouwenkleren aan. En dan hadden ze weer make-up op. En dat had ze toen dan ook? Nee, op smal. Nee, ik mocht geen lange oren. Ik had op een gegeven moment hakt hoor hier zo een centimeter over het oor. Nou, dat was dan een street. Ze hebben nu wel eens onder de boerderij achternoor. Ja? En van ons uit met de scheren, dat ze dan nog een centimeter aan moest. Er was in meerdere bandjes zeker in Grun. Ja. Hoe kwam dan die omslag, dat ze dacht ik ga nou toch maar eens het Grunners zingen? Veenkoloniaals, maar eigenlijk zeggen, ja? Ja, Veenkoloniaal Drenns. Dat is Gregor Roesema, dus van de Tol. Ja. En ik merkte dat ik veel makkelijker kon streamen in het Veenkoloniaal Drenns. Wat toen nog gewoon Grunners waren. Ja. Maar, ik kon er van met een kwiet. En ik kon er nou eens over mijn eigen wereld en over mijn eigen streek en over vrouwen. En dat hoort gewoon het beste in het dialect, omdat het dan is die sfeer veel sneller te pakken. Maar ja, Willy, nou de eerste mond. We hebben het er wel eens eerder over gehad natuurlijk, dat als je de Falter mond gedaan, ja. Dan zong wie in ieder geval
altijd een liedje. Ja, dat ging, ik denk dat ze het veel liedje van dat ze zingen. Ja, dat denk ik ook. Wat de mondjes, mijn strandjes, tweede mondjes, mijn wie. En verder, er kist ook een tweede compleet, maar. En de ben die valt de mondjes, maar snutneusjes, wie. Oké, kijk. Nou, die mag ik toch eens een keer op ploeg zetten. Ja. Dat is wel een beetje trek, hè? Ja, maar. Ik heb. Is dat Biddy? Ja, zeker. Oké. Okay. Doe de gitaar, hè? Doe de fluiterij. Wat is dit dan voor? Ik heb het eigenlijk wel af, joh. Een pakje. Als ik begin te spelen, dan Nou, wat ze weer is down, eerst maar mee. Ja, nou eens. Wat is met nou, Loes? Ik heb aardbeidjes en croissantjes. Lekker. Zeg maar voor zin en S. Chudrans heb ik ook. Ja, dat kan wel zijn. Vries van nou ook nog veel, gewoon voor jezelf? Nee, nou voor mezelf. Ik had altijd een opdracht bezig. Maar is er nou ook nog iets wat zo heel groot zoals Willem Down? Ik wil beter worden. Dat is eigenlijk, ik vroeg mezelf ook wel zo, we wisten nou precies. Maar ik wil al beter worden. Ik vind het hartstikke leuk om dat ik dan, als we terugkijken, denk ik zo, oh ja, nou heb ik wat gemaakt waar ik 10 jaar geleden nog niet kon maken, maar 40 jaar nog niet kon. Lijkt wel een schilderij zo hier, hè? Ja. Als mij de scham ben versleten. En de bein stief en stram. Als alle vogels is vergeten. Daar hier altijd aan duren kwam. Als mij bevrijd is strakke zeelen. En als vanzelf liefst hoef bij die. Wat kan mij maken dan verschillen? Want deze nacht is te binnen. Want deze nacht is te binnen. Nou, best wel een romanticus, of niet? Nou, dat is al een van de weinige romantische liedjes die ik geschreven heb. Maar het is wel. Het is niet zo'n hele romantische toon, die toon van ons. Dus ja, het mooiste liedje is gewoon over andere dingen, zeg maar. En alles wat ik extra verdien en nog steeds, als ik geld over heb, dan koop ik 9 jaar op. Dan maak ik gewoon ploren maken. Zo. Ik wil dingen maken, dat vind ik, dat is voor mij het grootste cadeau. Een videoclip of een cd is voor mij meer weer dan mijn bankstel. Maar hoe kun je er nou wel verder gaan van leven? Ja, ik leef ervan, maar ik denk dat deze maand zit ik beneden het liefstelsniveau. Maar ik zit ook wel eens een keer in de maand. Dat raak je boom of zo. Maar als ik niks doe, dan komt er ook niks. Nee. En, ik heb ook wel zo'n nieuwe box gespeeld in de winkel. Dat zit ik nog met die muziek te maken. En dan zou ik die van de box niet. Maar ja, nu was je ook een kind. En, ik heb een kind. Ja, ik weet niet uit Noord of het wat van de kind er dan was. Ja. Dus zegt hij dan van wat ben ik in de rol Ruzel gebracht. Maar het is wel een beetje wat ik mist heb en wat me hartstikke leuk lijkt. Ja, zij zit nou al ver aan bij. Die voorstelling en er kwamen muzikanten over de vloer en er wordt altijd muziek gemaakt. Maar als we het dan toch over die kinderen hebben, voedt ze die dan ook in het dialect op? Nee, nauwelijks. Het probleem is dat je de rest van de kinderen om zien proeft ook nog niks. Maar als ik de enige ben die gelukkig met het proeft, ik heb er nog geen veel van gevonden, maar ik lig er wel een beetje wakker van, want ik denk dat is eigenlijk wel heel storm. Ja. I am the one.
elke gast ook of ze een favoriet nummer kan kiezen. Ja. Alle muziek natuurlijk. Was dat moeilijk? Ja, dat is wel moeilijk, want dat is eigenlijk elke week een ander nummer. En welk nummer is nou gekozen dan? Ik heb een nummer gekozen van Chip Taylor. Want Chip Taylor is de suite van een Wild Thing. Ja. En die is tegenwoordig niet met Lapting de 80 en die speelt nog steeds. Ook een beetje het voorbeeld van mij, voor de ouder wordende singer-songwriter. Zo? Ja, en hoe gedroeg die als de ouder was. Want ik als Mick Jagger natuurlijk blieb. Fit bleef me maar over zo'n podium in bleef me rennen, maar ik is er ook niet gewoon zitten en gewoon voor ons vertellen. En dat doet hij. Ik dacht, als ik naar Beugel de Puur gooi, hij was wat ouder, dus ik kwam recht morgen op begrafenis. En dan ging ik een beetje nadenken van wat wil ik ten uren op mijn eigen begrafenis? Ja. Of wat wil ik die anderen laten uren? Dan komt ze op hier. En ik dacht, nou, dit is een beetje wel draaien. Ja? Ja. Ik weet niet of ik het draai gewoon, want het ontroept niet ontzettend. Oké. Okay. Nou, dat geeft niks. I know I got stuff to do. I got some dreams that maybe won't come true. And I know that road is hard to climb, but it starts outside my door, and I will call it mine. And here I go, one step at a time. But if I fall as I climb, let me fall my own way. Let me fall my own way. Hoe rookt hij dit dan? Ik vind de tekst prachtig. Ik denk de soort van ding dat ze schrijft dat ze niet in van die leven is. Maar ik ben zelf natuurlijk veel met teksten bezig. Ja. Omdat het grenningsgist naar met ons in tekst wegkomen. Mensen luisteren echt naar de teksten. Mm-hmm. Maar voor Stoombo wezen. En maar eigenlijk zou vergoren. Ik kom ook net binnen. Zo. Mooi man. Ja, dit zijn auto's, geen motor. Ja, dat is wel even jammer. Hè? Ga je daar nog steeds naar TT? Nee, ik ben al jong niet meer geweest. Ik ben er niet zoveel mee aan. Vroeger was het een wilde bedoeling, ook op de tribunes. Is er nog een krat bier meer zo. Als ik een keer ging zondags met mijn olie, gingen we dan over het circuit in en dan de dag naar de wedstrijd. En dat was bezaaid met vissen, een grote vondensbeeld. En later ging ik dan in met oudere broers of vriendjes om naar de race te gaan. Maar waarom is dit nou ding favoriete plek? Nou, ik vind het. Dit is van wereldklasse. Dit draait net in de Grand Prix. Grand Prix. En dit is iets wat in Drenthe al 70 jaar of zo, alleen bestond het al wel. Vroeger gingen ze het al over de provincie deur. Ja. En Drenthe is ook echt een motorprovincie. Dus ik had toen al vrouw last van. Ja, dat was gek op motor. Ja, gewoon fantastisch. Ik heb geen hobby's, maar motor, dat is een hobby. Dat is dus wat leuk is wat geen nut heeft. Ja. En dat is voor mij toch motorrijden.